allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Voordat ik begin met de video, ik heb mijn wire hier aanstaan, want het is 27 graden en ik ben hier aan het smelten in de zolder. Dus die moet echt aanblijven, anders ga ik hier echt dood wire. Dat ding wat draait, heet ook alweer? Ventilator. Ventilator staat aan. Maar in ieder geval, vandaag ga ik weer TikTok make-up hacks testen. Echt, TikTok blijft maar uitkomen met nieuwe make-up hacks. Af en toe hele goede, af en toe hele slechte. Als je dit soort video's leuk vindt, ik heb hier al een aantal video's van gemaakt. Dit gaat volgens mij deel 4 zijn, de vierde. En ik heb er weer echt een heleboel gevonden. Dus ik ga weer vandaag mijn hele make-up doen met deze make-up hacks. Sommige hacks heb ik echt altijd iets van, ja joh, dit zou nooit werken in het echt. Misschien is het mooi op beeld, want vaak is iets mooi op beeld. En in het echt niet. Dus dat is wat we vandaag gaan onderzoeken met z'n alle. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, je haarbandje gaat in. Zoals je kunt zien heb ik nog helemaal niks op mijn gezicht. Ik heb zelfs mijn wenkbrauwen nog niet gedaan. Want ik heb een wenkbrauwhack. En daar gaan we vandaag mee beginnen. De afgelopen tijd ben ik niet zo blij met mijn wenkbrauwen. Ik heb een aantal video's van mij teruggezien. En ik keek naar mijn wenkbrauwen. En ik dacht, nee, veel te blokkerig, veel te hard. Ik ben al veranderd van wenkbrauwkleur. Normaal gebruikte ik echt black. En nou donkerbruin. Maar nog steeds vind ik mijn wenkjes te hard en te blokkerig. Dus ik was toevallig al bezig met een andere manier van wenkbrauwen doen, waardoor het iets meer natuurlijk lijkt. En nou heb ik op TikTok ook een hack gevonden die precies uitlegt hoe je zo'n look creëert. Dus laten we kijken. Oké, laten we het gaan doen. Ze begint dus met een wenkbrauwpotloodje en ze eindigt met een pomade. En dat gaan we nou ook doen. De wenkbrauwpotlood die ik altijd gebruik is van NYX, de Micro Brow Pencil. Die gebruik ik al jaren. Amazing. En nu dus in plaats van de kleur black ben ik veranderd naar de kleur espresso. En ik heb hier de Anastasia Beverly Hills pomade in de kleur dark brown. Deze heb ik al heel lang. Ik hoop niet dat die is uitgedroogd, want ik gebruik hem echt nooit. En die gaan we dan gebruiken voor het einde, zeg maar. Oké, wat zij dus doet is dat ze gewoon begint met een beetje het inkleuren met een potloodje. Eerst eventjes de haartjes zo op hun plek borstelen. En dan gewoon zo heel lichtjes inkleuren. Er stond hair strokes, dus neppe haartjes. Dus dat is wat ik ga doen. Oké, dit is een stuk meer naturel dan hoe ik het normaal doe. Dan ga ik in met de pomade en daarmee ga ik de staart een beetje inkleuren. Oké, en dan strak maken met concealer en dan ben je klaar. En ze had ook gezegd met maar een klein beetje concealer. Ik breng altijd best wel wat concealer aan, echt onder mijn hele wenkbrauw en helemaal hier. Maar zij bracht het alleen maar een beetje zo hier aan en vooraan echt helemaal niks. Dus dat ga ik ook doen. Oké, dit is echt heel anders. Ik weet niet wat ik ervan vind. Wat vinden we ervan, jongens? Ik ga ook wel een beetje wenkbrauwgel erin doen. Het is wel echt inderdaad een stuk meer naturel dan hoe ik het normaal doe. Maar nou vind ik het zo dat de helft heel naturel is en de andere helft is echt zo helemaal zo strak gemaakt. En ik heb het gevoel dat het opvalt, maar dat kan ook aan mij liggen. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Let me know, want echt, ik struggle echt het meeste met mijn wenkbrauwen. Ik doe make-up al jaren en het enige waar ik echt altijd mee struggle zijn echt mijn wenkies. Het wil gewoon nooit goed lukken. Dus let me know wat jullie ervan vinden. Ze zijn nou ook een stukje dunner. Ik denk dat ik het wel iets vind hebben, maar ik denk niet dat ik per se ook nog een wenkbrauw pomade zou gebruiken. Want dit kan ik ook gewoon doen met alleen het potje. En dat scheelt weer extra gedoe en tijd. Dus ja, maar ik vind het wel mooi. Het is oké. Dan nu foundation. En hiervoor heb ik ook een hele aparte hack. Een aparte foundation hack. Laten we kijken. We have a new foundation hack going around. And it involves putting your foundation in water. Every fiber of my being is rejecting this right now. And then you swirl it around. Anyone thirsty. And scoop it onto your face. This technique is supposed to add moisture without any excess oil, and it's supposed to make the skin look even more dewy and radiant. Here goes nothing. This is also supposed to give you longer lasting foundation wear with no transfer. Okay, I love how this foundation is sitting on my skin right now. It looks filtered, yet super skin-like and dewy. Time for a transfer test. Okay, there's a tiny, tiny bit.
but not bad at all. Foundation in water, okay. Dat moet er dus voor zorgen dat het je gezicht meer hydrateert. Ik ben benieuwd. Ik heb hier mijn glas met water en hier mijn foundation van MAC in de kleur NC42. Dit is niet echt per se een foundation met heel veel hydratatie. Dus ik ben benieuwd of het water dat echt gaat veranderen. Ik breng gewoon hier een paar druppeltjes in. Oh, oké. Dit is zo raar. Het voelt nou gewoon echt alsof ik iets heel slechts doe of zo. Zij deed gewoon een beetje zo roeren. En dan pakte ze het gewoon een beetje zo op met de kwast. En dan brengt ze het gewoon zo aan. Ik ga stuk. Wie bedenkt deze dingen? Wie besluit gewoon op een dag van, weet je wat, ik doe mijn foundation in water. Wie bedenkt dit? Ik ben nou wel echt overal water aan het knoeien, maar oké. Ik denk dat dit wel genoeg is. En dan gewoon inblenden als normaal. Ja, het is nu wel echt super nattig. Het is nou gewoon alsof je het uitblendt met een hele natte spons of zo. En het moet ook transferproof zijn. Dus het moet niet afgeven. Dat ga je zo meteen ook even kijken. Het zit erop. Heeft het nou echt anders aangebracht? Niet per se. Het bracht wel beter aan dan dat ik verwacht. Even kijken of het ook echt niet afgeeft. Het moet echt transferproof zijn, dus we gaan overal op drukken. Oké, niet echt of zo. Het voelt wel aan alsof het een beetje meer hydrateert. Het voelt een beetje koud aan, meer koeler, meer koud. Maar ik zie niet echt per se verschil of zo. Het voelt gewoon een beetje anders. Dus het voelt wel anders, maar ik zie verder geen verschil. En ik denk dat dat juist is wat je wilt. Je wilt juist dat je echt verschil ziet en dat zie ik niet echt. Dus ja. Maar goed, we gaan verder met een nieuwe concealer hack. Oké, dit is dus een andere manier van concealer aanbrengen. Zij brengt wel echt veel meer concealer aan dan dat ik normaal zou doen. En op veel meer plekken dan dat ik normaal zou doen. Dus ik ga kijken of ik het zo echt beter vind. Dit moet ervoor zorgen dat je gezicht echt mooi gelift en gehighlight wordt. Ik gebruik mijn Tarte Shape Tape Concealer. Ik heb die in de kleur Light Medium Scent. Oké, laten we kijken. Ik heb hier een foto staan van haar, zodat ik het precies nadoe. Zij brengt het zo aan. En dan op de neus. En dan onder neus. En dan ook nog helemaal zo onder mond en ook nog eens hier. Ik heb nou het gevoel dat mijn gezicht veel te licht gaat worden. Oh my gosh. Maar ja, ik ga ook nog wel bronzen en contour en zo. Dus dat gaat ook wel schelen. Maar ik heb nu al het gevoel dat dit het niet waard gaat zijn. Alleen al de hoeveelheid producten die ik nu gebruik is het al niet waard. En wat me ook opvalt is dat ze niks hier aanbrengt. Terwijl ik hier altijd wel een klein stipje zo aanbreng. Maar dat heeft zij niet gedaan. Dus dat ga ik ook niet doen. Dit ziet er echt zo raar uit. En dan gewoon inblenden. Ik weet echt niet wat ik hiervan vind. Het is zoveel product. Vooral om mijn mond. Ik kan er sowieso wel gewoon iets van maken. Straks met de rest van de make-up. Maar is dit nou echt waard? Is dit nou echt beter dan hoe ik het normaal doe? Nee. No. Ik zie mij dit niet echt meer zo doen. Maar misschien, ik weet niet, misschien aan het einde van de make-up look heb ik iets van, oh wow, dit is echt heel mooi of zo. I don't know. In ieder geval, nou ga ik cream contour aanbrengen. If you apply your contour like this, keep watching, I have a better technique for you. When you apply it straight to your face like this, and you aggressively rub it with a brush, trying to blend it out, you're left with this slightly unblended, patchy foundation look. Like, now your whole base is ruined. Instead, I'll take the stick and warm a little bit up on my hands. For those of you who say this is wasting product, I've literally had this stick for a year and I've done this every single day, so. If you don't want to do that, take the brush directly to the stick, spray the brush, load your product. Don't scrub the brush into your skin. Lightly tap. Start from the hollows of your cheek, barely drag it out. Tap it up into the temple, forehead. Same with the blush. Tap and drag up. Run over with a sponge. I mean, look at that difference. It takes up less time. It looks a lot more lifted and smooth. Oké, zij zegt dus dat je je contourstick niet gelijk moet aanbrengen op je huid, maar op je hand moet doen en dan met de kwast over je hand moet gaan en het zo moet aanbrengen. Of gelijk met je kwast op de stick en dan pas aanbrengen. Dat dat het beter zou moeten aanbrengen. Ik ben benieuwd, want ik ga wel gewoon altijd gelijk in mijn gezicht. Ik gebruik mijn Fenty Beauty contourstick in de kleur Truffle. Ik ga het niet aanbrengen op mijn hand. Ik ben daar echt geen fan van, want dan wordt mijn hand vies en I don't like that. Dus ik ga haar andere manier proberen en het gewoon gelijk zo hier afpakken en dan zo aanbrengen. Ik ben benieuwd of dit nou echt verschil gaat maken. Ik weet nou niet of ik nou echt verschil zie met of ik het nou gewoon gelijk op mijn gezicht aanbreng of zo met mijn kwast pak. Het is allebei gewoon
Ja, gewoon de same. Wat wel fijn is hieraan en beter is dan gelijk aanbrengen op je gezicht, is dat als je het gelijk zo aanbrengt op je gezicht, het af en toe een beetje de make-up eronder eraf kan halen. Dat wel. En dat doet dit niet. Dus op zich is dit wel een betere manier eigenlijk. En het is ook gewoon mooi. Dus ik denk dat ik het voortaan ook wel gewoon zo ga doen. Dan nu ook nog een hack voor blush. No. No, 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 no. Exactly. Dit is dus als je je gezicht een beetje wilt liften. Als je een soort van facelift met make-up wilt creëren. Hoe zij de blush in het begin aanbracht, dus niet gelift, is de manier hoe ik het altijd aanbreng. Ik wil altijd zo'n mooie blushjes zo hier zo precies op mijn wangetjes hebben. Ik ben al ervan op de hoogte dat dat inderdaad je gezicht niet lift. Maar ja, dat is dan ook niet per se de look waar ik voor ga. Maar ik ga nu toch proberen om te zien of ik mijn gezicht een beetje kan liften door middel van deze manier. Ik gebruik ook de blush die zij ook gebruikt van She Glam. Deze liquid blushes van hun. Fantastisch jongens, echt wowie. En ik gebruik vandaag de kleur Birthday Suit. Is een beetje een oranjeachtige kleur. En zij brengt echt een hele lijn aan. Zo hoog. Deze kleur is nou iets te licht voor mijn huidskleur. Ik pak even een meer roze kleur. Dit is de kleur Love Cake. Ik hoop dat die dan iets meer opvalt. Er is ook iets aan de hand met de make-up eronder. Het voelt heel droog aan. Ik denk dat die waterhack deze niet echt top was. Ik heb juist het gevoel dat mijn gezicht een beetje heeft uitgedroogd. En ik voel het ook hier zo. Maar goed, dit is dus de blush hack. Ik heb wel het gevoel dat het echt lift. Kijk, het maakt het echt zo hoger. Zie je het verschil met hier en hier? Ik persoonlijk zie wel echt verschil. Ik ga nou ook bij de andere kant aanbrengen. Maar ik ga dus nou ook daar allebei de kleuren aanbrengen. Want het moet matchen. I like it. Ik vind deze manier van blush aanbrengen best wel mooi. Dit lift echt. Dit is de eerste hack vandaag waarvan ik echt denk van ja, dit maakt echt een verschil. I like it a lot. I like it a lot. Daar ben ik weer. Ik heb eventjes mijn neuscontour aangebracht en mijn gezicht afgepoederd en wat setting spray aangebracht. Mijn gezicht voelt nou een stuk beter aan na die spray, een stuk minder droog. En ik moet zeggen, misschien is die concealer hack wel iets. Want het is hier zo smooth. Vooral rondom mijn mond en mijn neus is het nog nooit zo smooth geweest. En hier is het nou echt snatched. Kijk dit. Het is echt super. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is op zich wel mooi. Maar goed, we gaan verder met een eyeliner hack. So I heard from my friend of a friend. If you take some micellar water and you dip it into an eyeshadow, you can make like any color graphic liner. If this works, I'm gonna be so excited. I feel like we can do this one, but I want something light. Do I take this baby powder blue? Okay, maybe I'm gonna mix it. Taking some of this micellar water, and I'm gonna take it like in the corner like this. I'm literally making watercolors. Ah! Ready? Okay, let's see. Wat de F, als dit werkt bespaar je zoveel geld. Weet je hoeveel geld ik heb besteed aan van die liquid eyeliners? Oh my gosh. En je hoeft letterlijk alleen maar micellaire water te gebruiken. En dat is heel ironisch, want micellaire water wordt juist gebruikt om make-up eraf te halen. Dus je zou denken dat dat dan niet werkt. Maar ja, we will see. Dit is de micellaire water die ik altijd gebruik om mijn ogen make-up eraf te halen. Dus ja, we gaan kijken of het werkt. Ik heb hier het paletje van James Charles in samenwerking met Morphe. En ik wil denk ik gaan voor een mooie donkere blauwe winged eyeliner. Dus ik ga deze kleur aanbrengen. Ik heb hier mijn eyeliner kwast van Zoeva nummer 315. En die doe ik dan gewoon zo in de micellaire water. En dan pak ik zo die kleur. Dan maak ik hiermee gewoon een lijn. Ik ben zo benieuwd of dit echt werkt. Ik weet niet hoor jongens. Het gaat er ook helemaal af als het opdroogt en zo. Waarom werkt dit voor andere mensen wel en voor mij niet? Ja, de pigmentatie verdwijnt ook helemaal. Zien jullie dit? Want dat is letterlijk wat de micellaire water doet. Het haalt make-up eraf. Daarom vond ik het al heel raar dat dit zou werken. Ik ga het aan de andere kant ook aanbrengen, maar dan gewoon droog vanuit het paletje. En dan gaan we het verschil zien. Dit is het gewoon droog en dit is met micellair water. Je kunt dus nu echt extra goed zien hoeveel pigment het heeft weggehaald. Zie je het verschil? Nee. En ik heb zo'n hack ook al een keer geprobeerd met gewoon water. En zelfs met gewoon water werkt het beter dan dit micellair water. Dus nee, deze hack is voor mij niet goed. Ik ga even deze wing opnieuw maken, maar dan gewoon met droge oogschaduw. We gaan verder met de wimpers, want daarvoor heb ik ook een hack. Oké,
Oké, je moet dus eerst met je mascara borstel in poeder gaan, dan weer terug hierin gaan en dan aanbrengen. En dat moet ervoor zorgen dat je wimpers voller en langer worden. We zullen zien, vooral op mijn slechte wimpers kan ik heel goed het verschil altijd zien. De mascara die ik gebruik is deze van Catrice, de Glam & Doll Mascara. En deze losse poeder van Make-up Studio. Laten we kijken, ik vind het nou echt zo raar om dit te doen, maar we zullen zien. En dan gewoon letterlijk zo in de poeder doen, what the F. Oké, ik heb hem er echt helemaal in gedaan. Beetje aftikken, zoals je kunt zien zit hij helemaal onder. Dan terug hierin. En dan aanbrengen. Deze mascara gebruik ik echt heel vaak, dus ik weet hoe die normaal aanbrengt. En ik moet zeggen, ik weet niet of ik echt verschil zie. Ik ga gewoon even iets meer op poeder doen. Niet zoveel aftikken. Ik weet niet, ik zie niet echt verschil. Ik ga bij de andere kant gewoon normaal aanbrengen, dus zonder poeder. Die is er denk ik nou wel echt helemaal vanaf. En dan kijken of we verschil zien. Ik denk dat ik een klein beetje verschil zie, maar niet per se op een goede manier. Deze kant is iets meer klonterig. De haartjes plakken meer vast aan elkaar. Terwijl hier staan de haartjes nog wat meer uit elkaar. Wat eigenlijk ja, beter is. Je wilt niet dat ze zo aan elkaar gaan plakken. Dus deze hack maakt verschil, maar niet echt op een goede manier. So I don't like it. Oké, ik heb eventjes snel neppe wimpers opgedaan. Ik heb Lola's lashes op in de stijl Icons Only. Oké, we gaan verder met de volgende hack. En dat is om je gezicht te highlighten. Dit is echt zo'n gevalletje waarvan ik denk, ja, op beeld is het misschien mooi, maar ik denk dat het echt helemaal niks gaat zijn. Zij gebruikt de witte Jumbo Pencil van NYX. Die heb ik niet, maar ik heb wel hun kleinere pencil, ook in het wit. Dit is de NYX Epic Wear Eyeliner in de kleur Pure White. Dus dat is gewoon precies die zij ook gebruikt, maar dan gewoon iets kleiner. Dus we gaan het gewoon doen als hoe zij het doet. Zij brengt hier een stipje aan op haar neus. Dan een streep hier. Gewoon op alle plekken waar je eigenlijk gewoon normaal ook highlight. Dit zijn ook echt precies de plekken waar ik altijd highlighter aanbreng. Een beetje in de binnenste ooghoek. Bij allebei de kanten. En that's it. Ze brengt ook echt best wel wat aan gewoon. Dus dat ga ik ook doen. En dan gewoon uitblenden zo met je vinger. Het wil niet eens uitblenden. Oh my gosh. Het is de make-up eronder aan het verschuiven. Jongens, ik zie gewoon hoe het de make-up eronder verschuift. Als ik nog meer wrijf, dan gaat het echt helemaal verschuiven. Misschien is er toch een verschil met die grote pencil die zij gebruikt en deze die ik gebruik. Maar deze blendt echt niet uit. En ik wil niet mijn hele make-up nu gaan verpesten. Dus ik ga er gewoon overheen met mijn spons. Kijk, het wil echt niet uitblenden. Nou heb ik gewoon echt zo'n stip op mijn neus. Ik denk dat ik maar gewoon harder moet blenden en dan ook maar gewoon de make-up eronder eraf haal. Want dit ziet er niet uit. Ik pak even een normale highlighter, deze van de Balm. En dan ga ik er overheen om het een beetje te bedekken. Ja, dit werkt goed. Nou is het echt wel een beetje bedekt. Maar jongens, nee. Ik vind deze hack helemaal niks. Maar nogmaals, het kan eraan liggen dat ik gewoon een ander product heb gebruikt. Maar eigenlijk denk ik dat het gewoon echt niet werkt en het er niet mooi uitziet. Ook al als je gewoon die normale gebruikt. En dan als allerlaatste nog een hack voor de lippen. Zij heeft dus iets van een clear lipgloss aangebracht, daarna een lippotloodje en toen zo met haar lippen zo op elkaar gegaan. En toen is het dus helemaal gaan uitblenden. Wat mij dus opviel was dat heel veel mensen in de reacties onder die video zeiden dat dit een manier is die kennelijk iedereen altijd al doet. Terwijl ik het helemaal niet kende, maar echt er werd echt allemaal gezegd van, hè, hoezo is dit een hack, dit doe ik al jaren, bla bla. Voor mij persoonlijk is het iets nieuws. Ik heb mijn lipstick nog nooit zo aangebracht, dus ja, ik ga het proberen. Dan ga ik dus eerst een clear lipgloss aanbrengen. Ik ga deze aanbrengen van Essence. Ik weet ook niet zo goed of dit gaat werken, want ik heb wel vaker gewoon een lippotloodje willen bijwerken terwijl ik nog lipgloss op had, maar door de gloss bracht het niet goed aan. Dus ik ben benieuwd. Zij gebruikt een rode kleur, die is wat feller. Dat staat niet echt met de look, maar ik ga het wel alsnog doen, want rood valt wat meer op. Ik heb hier MAC lippotloodje in de kleur Ruby Woo. Oké, en dan nou als ik mijn lippen op elkaar doe, moet het dus helemaal gaan uitblenden en moet ik helemaal een rode lip krijgen. Waarom werken deze dingen nooit? Nu wel. Oh, I like it.
Nou is het ook een iets meer natuurlijk effect ofzo dan als je het andersom zou doen. Mijn lippen lijken nou ook echt heel juicy. I like it. Ik vind het mooi. Lippen lijken nou zo juicy. Oh my gosh. Ja, deze werkt. I like it. Nou mensen, dit ging op zich best wel oké. Ik zie er echt goed uit. Een aantal hacks had ik eens van, die zou ik niet meer doen. Maar een aantal hacks vond ik wel echt goed werken. Heel stiekem ben ik ook echt blij met die concealer hack. Mijn gezicht ziet er echt heel mooi uit. Echt heel snatched. I love it. Ondanks dat je wel echt een stuk meer product gebruikt, is het wel echt super smooth om mijn neus en om mijn mond heen. I love it. De wenkbrauwen vind ik ook mooi. Nou, ik er een beetje aan gewend ben. Ik vind ze beter dan hoe ik het normaal doe. Hoe ik het normaal doe, vind ik echt te heftig en te blokkerig. En dit heeft wel iets. Alleen nogmaals, zou ik niet meer per se de pomade gebruiken. Maar ik kan dit ook gewoon creëren met alleen maar het lippotloodje. De liphack werkt ook. Dit heeft nou ook echt een heel mooi natuurlijk effect. En vaak als je dit andersom doet, als je dus eerst rode lippotloodje of lipstick aanbrengt en dan pas de clear gloss, dan wordt de clear gloss ook helemaal rood. En dan is die niet meer clear. En dat is altijd iets wat ik heel vervelend vind. Dus dit lost dat wel op. Dus echt wel een aantal hacks die ik echt goed vond. Oh, en de blush hack ook. Die heeft echt gelift. Dus het ging vandaag echt goed. Let me know wat jullie ervan vonden. Kenden jullie de hacks al? Hebben jullie nog meer hacks? Let me know beneden in de reacties. Ik ben altijd heel benieuwd naar jullie mening. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!